van deze paraplu geef ik het startschot voor de Denkende Doener Tour. Ik ben een fietsrijker, een prachtige fiets, een fiets met alles erop en eraan. Van een paraplu tot een koffiekop, er is overal over nagedacht. En dat is eigenlijk ook precies wat ik wil laten zien met deze tour. Ik wil laten zien dat jongeren van het mbo de denkende doeners zijn. Het zijn niet de gouden handjes, ze denken ook gewoon na over wat ze gaan doen. Die fiets is daar het symbool voor. Niet alleen maar een prachtige technische fiets, maar een fiets die helemaal bedacht is om mij door het land te laten gaan en om mij die goede gesprekken te laten voeren, zodat ik uiteindelijk verhalen heb. Verhalen om in de Tweede Kamer te laten zien, het mbo is gewoon te gek. De jongeren zijn fantastisch en wij moeten in die Tweede Kamer ons inspannen om elke jongere de beste editie van zichzelf te laten worden. De jongeman die deze fiets heeft gemaakt is Salim. En Salim heb ik ontmoet op een bijeenkomst die heette Verrassend Vakmanschap. Nu ben ik van het vakmanschap en verrassen vind ik al helemaal leuk. En hij verraste mij. Hij verraste mij met zijn verhaal. Zijn verhaal waarin hij vertelde dat hij fietsen maken het mooiste beroep vindt op aarde. En dat was zo inspirerend. En toen dacht ik, weet je wat, als ik hem nou vraag om met mij samen na te denken over een onderwijstour. En toen zei hij, we gaan helemaal niet denken over een onderwijstour, we gaan het doen. Ik ga een fiets voor u maken en die fiets wordt het vehikel voor een onderwijsgesprek. En die fiets die is er. Ik was op het ROC Zuid voor het evenement Verrassend Vakmanschap. Daar had ik een vraag van hoe kan ik mijn merk promoten. En nou, toevallig was Tanja er ook. En Tanja zei van nou, dan doen we het zo. Dan maak jij voor mij een mooie fiets en dan ga ik daarmee door Amsterdam rijden. En dat doet ze nu dan, en het heet nu ook de Denkende Doener Tour. Ik ga praten met ondernemers, ik ga praten met onderwijsinstellingen en ik ga praten met mensen die gewoon beslissingen nemen. En ik ga hen vragen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de mbo'er, die nu zo vaak zo onterecht slecht wordt geportretteerd, hoe we dat kunnen gaan veranderen. Hoe we eigenlijk dat prachtige wat er is in die mbo-instellingen, die inspiratie, hoe we dat kunnen laten zien. En niet alleen laten zien, maar hoe kunnen we zorgen dat er wet en regelgeving komt die ervoor zorgt dat het mbo, dat eigenlijk de motor is ook voor het MKB, als zodanig veel meer voor het voetlicht wordt gebracht. Het was super leuk om eraan te werken. Het is mijn eerste fiets die ik zelf samen heb gesteld. Dus het was wel een beetje chaotisch, maar ik ben er trots op. Ik ben een denkende doener, want ik heb mijn opleiding gedaan, ik heb mijn diploma's gehaald en ik ben ook begonnen met een eigen bedrijf. En dat is toch wel een droom voor mij geweest. Ik vind dat mbo'ers ook vooral vrij technisch zijn, dus dat is ook een vak. Als je dingen goed kan uitvoeren, dat is ook een vakmanschap. En ik wil ook laten zien dat ook de mbo'ers kunnen nadenken en kunnen sleutelen. En het is ook vooral belangrijk, de ene wil het wel, de ander wil het niet. De ene wil wel een eigen bedrijf beginnen, de ander vindt het prima zo bij zijn werkgever. Ik ben een voorbeeld, ik ben 20, ik begin een eigen bedrijf. En ik weet zeker dat er nog meer zo zijn zoals mij. Ik wil u toch bedanken, want door u ben ik dit gaan doen. Ik heb mijn diploma's gehaald en zelfs toen ik het een beetje moeilijk had, was u er toch. En dat heeft me erg geholpen. En nu ook met het eigen bedrijf, ik vind het leuk, want ik ben echt bij u begonnen met de instelling dat ik niks te maken wilde hebben met fietsen en dat ik niks met fietstechniekers had, maar dat toch helemaal omgedraaid heb en nu toch mijn eigen bedrijf heb. En ik natuurlijk super trots ben, maar ook u wil bedanken voor die 3 jaar. Dankjewel. Ja. Nou, jongens, dan ga ik weg. Ik heb onwijs veel zin in de Denkende Doener Tour. Ik ga ervoor.